vandaag tegen PSV gespeeld. Klopt. 1-1 en helaas bij penalties verloren. Wat kan je over de wedstrijd vertellen? Nou, het was op zich best een lastige wedstrijd, omdat PSV individueel heel sterk is. We hebben dat echt heel goed opgelost en echt gestreden tot de laatste minuut. Dan is het wel echt heel vervelend om zo te verliezen met een penalty. Maar ja, het is niet anders. Nee, het is zonde. Ik vond ook dat Adenaar een erg goede wedstrijd speelde. Over jou persoonlijk, jij speelde centraal achterin. Ja. Hoe ging het met de spitsen van PSV? Nou, ik heb hem niet gezien de wedstrijd, dus voor ons ging het gewoon goed achterin. Zeker. Ja, we hebben weinig kansen weggegeven. Ja. Maar ja, toch verloren. Dat moet zuur voelen. Ja, dat voelt zeker zuur. Ja. Zeker voor het hele team. We speelden echt heel goed met z'n allen. Aan de bal op een gegeven moment ook. We creëerden een paar kansjes. En in de tweede helft dan zie je PSV eigenlijk niet eens meer een kans creëren. Dus dan is dat zeker jammer, ja. Ja, vorige week verloren we onverwachts ruim van Almere City. Ja. Hebben jullie vandaag, ondanks dat je uitgeschakeld bent, revanche genomen? Ja, toch wel een beetje in enige zin. We speelden eigenlijk heel anders dan tegen Almere City. Veel meer beleving in het team en de wil om te winnen was er echt vandaag. Alleen is het gewoon jammer. Maar waar ligt dat dan aan? Nou, ik denk meer aan de concentratie die je moet vasthouden. Tegen Almere City merkte je toch dat er een bepaalde nonchalance was. En dat hadden we vandaag eigenlijk zeker niet. Maar dat mag toch eigenlijk? Jullie zitten in de eindfase van je jeugdopleiding. Hè? Sommige jongens hebben al hun debuut gemaakt in het eerste, een aantal trainen mee. Klopt. Dan moet je toch ook al spelen tegen Almere City op een top scherp zijn, niet alleen tegen PSV. Klopt. Je moet steeds scherp blijven. Ja, dat is ook zo, ja. Zeker. Dus wat dat betreft is dat de wijze les van de wedstrijd tegen Almere City en vandaag tegen PSV. Dat wij van iedereen kunnen winnen, mits we maar scherp en geconcentreerd zijn. Ja, dat is ook zo. Daarom volgende week staat er weer een nieuwe wedstrijd klaar en dan moeten we weer scherp zijn. En dat gaat gebeuren. Zeker weten. Dankjewel en succes. Alsjeblieft. Korshout vandaag 1-1 tegen PSV. Een prima resultaat, maar helaas, het is een bekerwedstrijd en er moeten de penalties worden genomen. Ja, ik vond dat we een goede wedstrijd speelden. En ja, je weet, met penalties kan het kwartje elke kant opvallen. En ja, helaas viel het deze keer niet onze kant op. Dat is hartstikke jammer. Ja, het is zonde dat jullie zelf niet beloond hebben, want het was een prima wedstrijd van ADO. Beide helften goed geconcentreerd en eigenlijk gelijkwaardig aan PSV. Vond je dat in het veld ook? Ja, ik voelde het ook. Ik voelde dat PSV ook vermoeid raakte en dat we ook tweede helft veel kansen kregen. Alleen verzilveren we die niet en dat is gewoon hartstikke jammer. Ik vind dat we PSV aardig in de toom hebben kunnen houden en dat we zelf ook goed veel kansen hebben kunnen creëren. Ja, de 1-1 was voor ons zeker verdiend. Hè? De competitie had een punt opleveren, nu eigenlijk een teleurstelling. Ja. Na de wedstrijd van vorige week, hè, ik heb het net ook met Noah over gehad, is dit een soort revanche? Ik vind het een morele revanche, want je zelfvertrouwen gaat daar wat meer omhoog. Je speelt tegen PSV, zijn goede jongens, zijn jongens die allemaal een contract hebben voor zover ik weet. En het is geen mindere tegenstander ofzo. En dat je dan daar 1-1 tegen speelt over 90 minuten vind ik gewoon hartstikke knap van ons. Ja, je bent aanvoerder van de onder 19, hè? Ja. Hoe ga je met je jongens om bij dit soort wedstrijden? En ook vorige week, na de wedstrijd tegen Almere City. Want ja, dan moeten we elkaar toch wel oppenten. Klopt. Na de wedstrijd tegen Almere City zaten we er allemaal eventjes doorheen. En vanaf maandag op de training hebben we het gewoon weer opgepikt. Bij elkaar gezeten en gesproken met elkaar van, hey, dit kan niet. En zaterdag moeten we er staan. En voor zover ik heb gezien in het veld stonden we er ook. Alleen ja, met penalties weet je het natuurlijk nooit. Ja, nee, ik vond dat we er zeker stonden als team. Een uitstekende teamprestatie. Maar volgende week hebben we NAC Breda. Is minder aansprekend dan PSV. Wat voor Adenaar staat er dan komende zaterdag? Er staat geen minder Adenaar dan vandaag op het veld. En dat kan ik u verzekeren. Daar ga je voor persoonlijk als aanvoerder voor zorgen? Daar ga ik voor zorgen, ja. Oké, nou volgende week is die wedstrijd op de aftrap om 2:30. Yes. Dus alle mensen kunnen komen kijken om het Adenaar te zien wat vandaag tegen PSV speelde. Dit en misschien nog wel beter ook. Dankjewel en heel veel succes. Alsjeblieft, dankjewel.